We staan hier aan de voet van de grootste pijp van het orgel. Pijp van bijna 11 meter lang. Dit is de onderkant en een heleboel etages hoger kun je de bovenkant zien. Het is net een conserveblik, maar dat heeft ook. Deze pijpen zijn helemaal ontdaan van de oude laag folie. Je wil niet weten hoe verschrikkelijk het eruit zag, maar ook wat er onder vandaan komt is niet erg mooi. Dit is de originele pijp, maar ook met allemaal vlekken. Hier moet dus ook een nieuwe laag folie overheen. En dit moet opnieuw verguld worden. We komen nu een beetje in het middengedeelte van het orgel. Hier zie je die grote pijp. Die gaat gewoon door. Hè? We hebben net het onderste stukje gezien. En hier kun je ook in het inwendige van het orgel kijken. Dat zie je dus normaal ook niet. En dit is het centrale gedeelte van het orgel. Het orgel is een reusachtige machine en we zitten nu midden in het hart van de machine. Snijwerk en je kan hier zien waar dat voor dient. Kijk, hier zie je dat. Om het allemaal mooi af te werken. Wat we nu voor het eerst zien is dat we voorzien worden van een nieuwe laag tinfolie. Ik zie het ook voor het eerst. Ik weet eigenlijk niet wat ik zie. Ja, ja hoor. De kleinere hier worden in kisten vervoerd. De grootste die blijven sowieso hier. Ja, dat is onze lijm. Dit vind ik zelf het leukste stuk van het orgel. Het is echt één grote kermis. We zitten nu op het bovenste gedeelte van het orgel. Dat is ook van het instrument. Dit stuk, dat heet het bovenwerk. En zoals je ziet, al die voorste pijpen, die zijn al behandeld. Die zijn klaar, die zijn teruggeplaatst. Dus zo moet het hele orgel eruit komen te zien. Nou, we zitten nu eigenlijk op het dak van het orgel, waar het feitelijke instrument zelf, dus alles wat je nodig hebt om muziek te maken, afgelopen is. Hierboven is het allemaal nog decoratie. De wapenspreuk van de stad.